Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend en we gaan naar school. Sarah die staat naast me, die is de jas aan het dicht doen. En daarna ga ik even boodschappen doen. En heel veel te doen in huis vandaag, dus ga je mijn jas voor me dicht doen? Dat is lief. Dus tot zo. Ik ben weer thuis en ik zal de boodschappen even laten zien. Hier is ook aardappels en dan ga ik er nu uit halen. Bananen. Spersiebolletjes. Ik heb appel, kipfilet, doe ik wel vrij lang mee, zo'n groot pak, feta blokjes, augurk, mosterd, overpatat, deze kon ik niet laten, we doen het natuurlijk gezond, maar deze zijn echt te lekker. Nog meer spersiebolletjes van de andere dag, krieltjes. En twee pakken optimaal. En daar kreeg ik deze bij met de receptjes. Dus ik ben wel heel benieuwd, want het zat er wel lekker uit, sommige dingen. En dan ook gelijk wat ik vandaag aan heb. Ik heb deze crop sweater aan van Benetton. Die had ik al laten zien. Een high-waist skinny jeans van Dr. Denim. En weer mijn Guess sneakers. En even snel boodschappen opruimen en dan even wat in huis doen. Ik heb echt mega veel gedaan in huis en ik heb deze kleine smeerval weer opgehaald van school. En die gaat even dit doen. Een vogelhuisje knutselen. Eerst verven en dan als die droog is gaan we hem in elkaar zetten. Staat niet op welke volgorde, maar ik denk dat dat makkelijk is. Even andersom, schat. Die kant kan je schoonmaken, die andere is niet zo handig. En dan kan ik even nog wat dingen in huis doen ondertussen. Ik wil er even helemaal bij zijn van de afgelopen week. Doe maar zo draai. Dat is beter. Dus ik ga er even helpen en dan even flink naar huis. Mama, mag ik die zebra om? Ben je mooi aan het verven? Ja. Maar we gaan hem dadelijk in elkaar zetten. Nou, ik denk dat het morgen misschien pas wordt. Maar hij moet rust zijn. Sommige dingen heb je heel dik. Mooier, schat. Wat doe je dat toch netjes? We hebben gegeten. Ze heeft de vogelhuisje ook af. Ze zijn hier echt zo gek aan het doen. Echt humor. Dit is echt niet goed voor mijn mama hart. Nou kan je nooit meer lopen. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Ik ben mijn schoenen aan het aandoen en we moeten zo heel hard haasten om naar school te gaan. Maar ik heb hier een hele langzame eter, zoals elke ochtend. Maar goed, ik heb deze blouse vandaag aan uit de shoplog van Typhoon. En weer een high-waist skinny jeans en weer de sneakers. Daar zit ik nog even aan vast. En nu even snel de laatste dingen in de tas doen en dan gaan we de deur uit. Ja, we zijn even op school en ik ben druk bezig in huis en ik heb honger. En toen ging ik zoeken en zag ik deze nog. Ik vind dit echt de allerlekkerste noedels. En die komen ook echt bij de toko vandaan, anders hebben ze nergens. Dus mijn laatste, die ga ik even lekker eten. Oh, dit is zo lekker. Ik had hier echt zo'n verschrikkelijke trek in. Dus ik ben heel blij dat ik nog een zakje had. En hierna gelijk Sarah ophalen. Die luncht thuis vandaag. Dus dat is wel even gezellig. We waren bijna weg, maar we zijn onderweg naar huis. Gaan we even gezellig eten. Ik ga wel even eten. Ja, Sarah had de vloer uit het mobiel. Dus die denkt, nou, nog één tot nu vast. Was je? Heeft u zo meer tijd over? Die tranen zie ik uit, zo zeggen. Het waait zo hard. Het is ook echt heel koud. Zo, we zijn uit de kou. En we hebben lekker boterham. Ja, we zijn weer thuis. Heel goed gesprek gehad op school. Daar ben ik echt heel blij mee. Sowieso heeft Sarah echt een topjuf. En daarna heel even gewoon gezellig geweest. Dat heb ik ook niet gefilmd. Nu lekker roti aan het maken. Dus we gaan zo lekker eten. Ja, en roti is zo lekker natuurlijk, toch? Ja, dat is lekker, hè? Ja. En ondertussen de vaatwas aan het uitruimen. Want ik ben niet zo goed in één ding tegelijk. Deze dame was de tafel aan het dekken.
pyjama en steek ik mijn bed aan. Ik heb mijn pyjama gestaan. Het is leuk. Kim gaat achterin zitten naast. Hoe je het uitspreekt? Jong. Jong. Ja, je schrijft het anders, hè? Mama stapt voorin. Moet papa niet rijden, zegt Kim. Nee, zegt mama. Ik rijd vandaag. Goedemorgen, woensdagochtend. En nu even naar mijn broertje, even snel wat dingen regelen en daarna naar ballet. Dus even haastig, probeer ik nog een thee te drinken, maar ik moet echt 2 minuten weg. Dus dat lukt ook niet echt. Zo, we zitten weer in de auto weer, maar hoofd houden af. Echt dezelfde plek. Maar goed, we zitten echt, nou, het wordt precies minder dat ik de camera aanzet, maar weer in een hagelbui. Echt, mensen, het is maart. En ik weet dat dat geen zomer is. Ja, lekker weer! En het is heel goed. Ja, ik vind het echt niet leuk. Heel zomer. En echt, op het moment dat we de auto uit willen, zulke stenen vallen er uit de lucht. Dus we zitten aan de auto, want het is echt niet fijn om doorheen te lopen. Een beetje regen is jammer maar helaas, maar dit is gewoon echt niet fijn. Ik wil zeggen dat het wel iets minder aan het worden is. En dat dacht ik net ook en ik wilde de deur open doen. En nou, het is echt niet leuk dit. Dat komt nog te laat. Nou, ik ga hem even uitzetten als het minder wordt. Dan kunnen we in ieder geval gelijk te uitrennen. Oh, dit is echt erg. Ik zit dus nu achter de computer, zoals heel verrassend elke avond weer, foto's uit te zoeken. En ik ben echt al ver, want ik ben nu dat ik nog een jaar maar moet. Dus dat is echt super. En geloof me, ik heb dus echt mijn hele leven alles uitgezocht. Maar wat ik dus nu tegenkom, ik ben zeg maar een jaar geleden begonnen met vloggen. En hier staan dus al die filmpjes tussen van een jaar geleden. En echt, hoe erg. Nu vind ik het veel makkelijker om tegen de camera te praten, maar daar dus nog niet. En oh, om dat terug te zien. Ik heb gewoon in mijn eentje plaatsvervangende schaamte voor mezelf hier. Dus het is echt heel erg. Ik ga het ook gewoon niet nu in deze vlog laten zien. Het staat online. Maar ik heb het nu net 1 keer gezien en dat vind ik gewoon voldoende. En echt, oh, echt verschrikkelijk eigenlijk om dat dan terug te zien. En ik hoop, ik zie natuurlijk allemaal beelden. Ik vind het nu wel echt minder erg, maar als ik dit zie, echt. Oh. Goedemorgen, het is donderdagochtend. We moeten weer zo'n beetje haasten, maar altijd in de ochtend. Ze hebben de tas aan het inpakken, de beker in en ze hebben op school de letter F. Dus ook een fiets en een flamingo. En ga ik je zo vertellen. En dan foundation. Nee, dat is geen foundation. Dat is gewoon een lege bus. Foundation. Foundation. Nou, ik vind het wel een hele goeie. Als jij snel je jas aan gaat doen, ga ik dat nog voor je pakken. Ja, dan ben ik thuis. Sarah is op school. En al even boodschappen gedaan. En van alles in huis. En nu even een theetje. Want ik heb het echt koud. Het is echt rot weer. Maar ik heb zo wel echt iets heel leuks. Kaylee, die hebben jullie natuurlijk al vaak in de vlog gezien. Die was een half jaar in buitenland voor stage. En die is terug. Al heel even. En Sarah weet dat niet. En Kaylee komt zo hierheen. En dan gaan we Sarah samen uit school halen als verrassing. En Sarah zegt bijna elke dag wel dat ze Kaylee heel erg mist. Dus dat is natuurlijk echt super leuk. En daar heb ik zin in. En ik heb lekker lunch gehaald voor daarna. Daarna kijken we even. En ik loop dus nu met Kaylee samen naar school. En Sarah weet het dus niet. En we gaan een klein beetje omlopen. Zodat ze Kaylee nog niet ziet. Het is super leuk. Ik ben zo benieuwd naar de reactie. Sarah. Ja? Kijk eens achter je. Wat zijn jullie aan het doen? Wat gaan we maken? Stiekem? Stiekem? Ja. Het is niet heel stiekem. En wij gaan ondertussen even lunchen. Ik heb alles klaargezet. Oh, die is super. Ze zijn zo blij. Nou zo, kijk.
Dan zijn Sarah aan het uitleggen waar baby's vandaan komen. Die groeien uit kool, hè? Ik heb toch het ook. Ja, je bent ook uit de kool. Zo toch? Zo komen baby's toch? Nee, uit de buik. Nee joh. Ik ben ook uit de kool. En daar wacht ik in. Toen kwam de Oiva. Die heeft mij opgetild. En bij mijn ouders afgegeven. Ja, echt. Zo gaat dat? Nee. Nee? Ik ben er baby's in de buik zaten. Want laat me maar een foto zien. In waar ik in jouw buik zat. Nee, toen had ik gewoon heel veel gegeten. Toen was ik gewoon heel dik geworden. Nee. Dat is gewoon een smoesje. Voor vrouwen die te veel eten, dan zeggen ze dat. Echt hoor. Nee. We voelen gewoon niet daaruit. Ja, echt? Ik was daar niet uit gegroeid. Moeten we dadelijk naar een babyveld gaan van jou? Nu ben je wel groot genoeg om dat te zien, hè? Ja, we moeten dan naar een babyveld gaan. Ja? Dan groeien allemaal baby's. Maar dan moeten we ook echt er naartoe gaan. Maar dan moet je wel uitkijken dat je niet op de baby's gaat staan. Je mag geen baby's meenemen. Dat mag alleen de ooievaar. Ik hoop dat de ooievaar dan een baby mij rijdt. Van jou. Nee, dat kan niet. Dan moet je wel ouder zijn. Nee, aan jou! Oh, aan mij.
we hebben heel groot nieuws, in ieder geval Sarah, en dat moet ze even delen, want jij hebt een... Die bataan. Laat maar zien. Weet je welke het is? Deze. Ja. En zo zien we, je hand zit ervoor. Je hand zit ervoor. Deze. Deze. Ja, wiebelt een heel klein beetje, hè? De eerste wiebeltand. Ga je het vogelhuisje in elkaar zetten? Ja. Dat is leuk. Zullen we hem dan dadelijk laten zien als hij af is? Ja. Ik heb mijn vogelhuisje af. Hij is heel leuk, hè? Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. En het is al wel wat later. Ik heb vanochtend mijn camera opgeladen. En we zijn gewoon druk bezig geweest in huis. En Masha was er en Sarah was met Vianne aan het spelen. Dus dat was wel heel gezellig. En Sarah had geen school en Vianne ook niet. Want het is stakingsdag vandaag. Dus allemaal lekker vrij. Moet ik zeggen dat ik dat niet heel verkeerd vond. Want we gingen wel lekker even slapen. Nu onderweg naar zwemles. Nou, ik wou wel dat dat dan wel tegelijk is met de staking. Want een hele dag vrij is wel lekker. En nu toch halverwege de dag weg. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en Sarah is nu aan het aankleden. Ik ben al aangekleed. Ik heb deze blouse van Typhoon aan. Deze skinny jeans. Ik weet even niet van wie die is. En nog geen schoenen, dus gewoon sokken. En we gaan zo naar een verjaardag en daarna gaan we naar nog een verjaardag. Dus, en daarna thuis is het eigenlijk alweer bedtijd. Dus we zijn dadelijk alleen maar verjaardagen. Jarig hoera! Dat is zij, dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Goedemiddag. Het is wat later, we hebben lekker uitgeslapen en het was gisteren echt super gezellig. Maar ik ben nu echt heel erg moe. Dus we hebben lekker lang op bed gelegen en nu doen we niet zo heel veel. Ik heb deze trui aan vandaag van Fornarina. En deze high-waist skinny jeans van Friends Connection en sokken. Want ik denk niet dat we de deur uit gaan. Ja, misschien straks, maar het is echt raar weer. Regen, zon, regen, zon, regen, zon. Wind, dan weer niet. Dus kijk wel, Marco en Sarah die zijn naar beneden en ik ben even op bed gaan zitten, liggen, half half. En ik denk, ik ga even kijken of ik die foto's gewoon vandaag helemaal af kan maken. Dan hoef ik het daarna alleen maar bij te houden, maar ik wil het gewoon zo graag af hebben. Ik vind het zo lekker als iets klaar is, een project zeg maar. Dan, ja, hoef ik daar niet meer elke dag aan te denken. En dan gewoon één keer in de week alles gewoon bijhouden, helemaal goed. En dan is het gewoon klaar. Ik zit al echt veel te lang met die foto's. Maar het was ook gewoon echt heel veel. En ik ben er nog steeds niet. Maar ik moet echt één foto even delen. Die vind ik zo hilarisch. Dit was echt een foto dat je echt baalt dat je camera dus niet bij de hand hebt. Die random reader. Sarah zag die liggen. En die vraagt, wat doe je daarmee? Ja, dat is voor bankzaken, hebben we het uitgelegd. Dus toen liep ze naar de bank. En hield ze hem daarboven.
om te kijken wat hij ging doen. Nou, ik vond het zo hilarisch. En we gaan bij de ijsjeswinkel een ijsje halen. Kleine vlogster. En de mussenvries van het dak, volgens mij. Dus een ijsje. Ik ook, papa ook. Ja, die vindt dat zo lekker op de camera. Het is alweer zondagavond. Ik heb er dit keer een weekvlog van gemaakt, want we hebben nog wat achterstand in te halen. Dus ik ga nu wel de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei! Echt niet leuk. We zijn dus gewoon niet aan het spelen. Zie ik dus op een gegeven moment dat er overal glas ligt. Dus nu ben ik dat aan het wegvegen. Maar echt bizar. Wie doet dat op een kinderspeelplaats? En alles vol glas. En echt grote stukken. En overal. De meeste heb ik al weggeveegd. Maar gewoon echt niet leuk. We zijn dus gewoon niet aan het spelen. Zie ik dus op een gegeven moment.